eerste dagen vond ik erg onheimig. Ik moest echt zo een beetje mijn draai vinden. Ik was ook kort daarvoor in Engeland geweest. Ik heb een feest met mensen, een bijeenkomst met veel mensen. En toen ik terugkeerde op de ferry, was ik ongeveer de enige passagier op die ferry. En dat heeft erg indruk gemaakt. Ik vond het, vond het eigenlijk angstaanjagend. Maar nu heb ik heb mijn draai gevonden. Ik heb zo'n goede evenwicht gevonden tussen waakzaamheid en ontspanning. De eerste week was ik heel waakzaam, maar ook wel bang. En nu ben ik gewoon waakzaam, maar eigenlijk heel rustig. En ik denk dat dat ideaal is. Tegen een soort alerte gelatenheid moet je eigenlijk hebben. Alert zijn, je handen wassen, alle maatregelen in acht nemen, maar tegelijkertijd je dat niet door laten opjagen. En het is ook raar, hè? Die angst is er, omdat we beseffen dat het een ziekte is waar je kan aan sterven. Uiteindelijk is de sterfelijkheidsfactor, de mortaliteit, is niet zo heel hoog. We moeten vooral die maatregelen in acht nemen om die curve plat te krijgen, om de ziekenhuis niet te overbelasten. Maar hij is blijkbaar toch net sterfelijk genoeg om het ook als een persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen. We komen niet alleen op voor de maatschappij, we komen ook op voor onszelf. En het is dat wat een evenwicht vergt. Ik bewonder iedereen die erin slaagt om in deze moeilijke omstandigheden toch een soort respectvolle verstandhouding te behouden. Of conflicten ook bij te gaan. Conflicten lijken mij onvermijdelijk. Ik denk niet dat de goede mensen zijn die de quarantaine doorzitten zonder conflicten, en de slechte degene die conflicten hebben. We hebben allemaal conflicten. Zelfs met onszelf. Ik woon alleen, maar ik heb ook zelf wrijvingen met mezelf. Ik denk, de kunst is niet conflicten te vermijden. De kunst is om met die conflicten op een soort rustige, vreedzame, begripvolle manier proberen om te gaan. Dat is een uitdaging. En ik denk veel aan mensen. Ik denk ook aan mensen die voor wie de quarantaine helemaal abstract is, omdat ze niet eens een huis hebben. Ik denk aan de daklozen. Ik denk aan de vluchtelingen. Ik denk aan de mensen in de jeugdzorg. Ik denk ook aan de mensen die vandaag ongelooflijk hard moeten werken. Harder dan ze ooit hebben gewerkt. Die dubbele shiften draaien in ziekenhuizen en in de zorginstellingen. Terwijl de rest van de samenleving eigenlijk maar op 50% van zijn krachten werkt. Ik denk ook verder dan wat er hier in België alleen gebeurt. Want het is heel grappig. Het is een mondiale crisis. Maar we beleven hem als een nationaal fenomeen. En ik denk ook aan mensen buiten België, buiten Europa. In Afrika lijken er niet zoveel coronagevallen te zijn. Maar ik heb gelezen dat er maar 4-5 laboratoria zijn die afdoende testcapaciteit hebben om te achterhalen hoe erg een besmetting is. En dan hou ik mijn hart vast voor de gevolgen van deze epidemie die we nog niet gezien hebben. Dus ik denk ook aan mensen. Ik denk aan de mensen die ik in Congo heb geïnterviewd, die in Kinshasa in een parcel wonen, een perceel. 20, 30 mensen binnen een perk. Poef, ik denk dat we op dit ogenblik, het is heel vreemd, we herbeleven een soort, de nationale staat is weer het centrale niveau. De niveaus daaronder, de gemeenschappen en de gewesten en de gemeenten, weegt toch allemaal een beetje minder. De niveaus daarboven, Europa, de Verenigde Naties, wegen ook wat minder. Dus we beleven dit op nationaal niveau. En gezien de maatregelen is dat ook het geëikte niveau. Als wij met een minderheidsregering hebben nu toch een soort vorm van krachtdadig beleid. Alleen op langere termijn zullen de gevolgen en de maatregelen mondiaal moeten gaan worden. En ik denk ook daaraan. Het ergste aan deze crisis is voor mij dat er geen enkele zekerheid is dat we hier verstandige lessen uit gaan trekken. Eigenlijk is deze crisis een uitgelezen kans. We hebben er niet voor gekozen, er is geen vijand. Dit is een uitgelezen kans om een aantal dingen grondig te herdenken. Over hoe we de economie hebben ingericht, hoe we de politiek hebben ingericht, hoe we die globalisering hebben ingericht.
hoe we met onze planeet omgaan. En het ergste is niet te weten wat daar na afloop mee zal gebeuren. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog is in België, zelfs op het einde, echt in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, is het systeem van de sociale zekerheid op poten gezet. Daar zou je kunnen zeggen, de oorlog, het conflict heeft ervoor gezorgd dat er een enorme sprong voorwaarts is gemaakt op vlak van de bescherming van, van de sociaal zwakkeren. Maar de vraag is nog maar of we zulke sprong voorwaarts zullen maken uit deze crisis. De kans is zeer reëel. Je zou kunnen zeggen van, nou, deze crisis toont wel dat wij in staat zijn om een beetje soberder te leven en minder gek met de schaarse grondstoffen van deze planeet om te gaan. We moeten nu wel. Maar er is geen enkele garantie dat we dit zullen aanhouden. Integendeel, alles lijkt erop te wijzen dat al die bedrijven die een aantal weken of maanden verliezen, we moeten draaien, er alles zullen aan doen om dit zo snel mogelijk in te halen. En dat de overheden zullen zeggen van, mensen, nu moeten we de economie heropstarten. En dat er een soort valse keuze wordt gemaakt van, gaan we inzetten op het klimaat of gaan we inzetten op corona? Alsof die twee gescheiden zijn. De twee zijn natuurlijk innig met elkaar verbonden. Het zijn alle twee uitwassen van een dolgedraaid proces van globalisering. Maar ik ben bang dat er een soort tweestrijd zal ontstaan tussen gaan we zorgen voor de gevolgen van klimaatopwarming of gaan we zorgen voor het vermijden van nieuwe corona-epidemieën. En dat lijkt mij heilloos. En ja, we moeten absoluut vermijden dat de economie instort. Absoluut. We willen niet dat er hier opnieuw structurele armoede komt, zoals na de beurscrash van 1929. Maar vermijden dat er armoede komt, betekent nog niet automatisch dat we moeten verder doen zoals we bezig waren in het dolgedraaide globaliseringsmodel dat we nu gehanteerd hebben. Tussen die twee extremen van extreme armoede vermijden en extreme uitputting van de bodemrijkdommen, is er wel een middenweg te vinden. En dus mijn vrees is dat we niet voldoende moeite zullen doen om die middenweg te vinden. Dat maakt voor mij de quarantaine het lastigst. Niet weten waar het heen gaat met de wereld. Dat is mijn vrees. Dat we na afloop gaan terugkeren naar business as usual en dat we terug verder doen alsof er of dit geen ongelooflijke les is geweest. Alsof er ook geen virussen meer kunnen komen. Het applaus om 8 uur 's avonds als ik hier uit het raam hang, het is ongelooflijk ontroerend. De kinderen van de overburen die ik niet ken, maar het is het momentje van een dag waarop ze hels lawaai kunnen maken door potten en pannen te slaan. En er is een soort... we zijn allemaal... we zitten allemaal in dezelfde boot nu. En er is een soort besef van samenhang, wat we anders in tijden van individualisme veel minder hebben. En dat vind ik eigenlijk heel ontroerend en ook wel opvallend. En ik hoop dat we daar kracht uit putten. We zijn weer een samenleving. Een samenleving die opgehokt zit. Een samenleving met opkooplicht. Dat is wat we vandaag zijn. Maar net doordat we hier in onze legbatterij zitten, beseffen we wel hoe broederlijk we zijn, hoe verbonden we zijn met mensen in gelijkaardige situaties. En dan zijn er nog al die families die iemand verloren hebben. Dus er is wel een soort... En eindelijk beseffen we ook dat de mensen op wie we het felst bespaard hebben, de mensen in de zorg, de vuilnisophaaldiensten enzovoort, hoe ongelooflijk belangrijk ze zijn. De mensen die vandaag de samenleving draaien zijn degenen die het slechts betaald zijn. En al de mensen met de grote salarissen zijn degenen die wiens werken en niet heel erg nodig blijken te hebben. Dus we leren er toch wel uit. Deze crisis houdt ons een ongelooflijke spiegel voor. En wat dat betreft is het ook wel een leerrijke ervaring, maar ik hoop echt dat we er de lessen uit gaan trekken. Je ziet wel dat deze crisis ons van individuen weer burgers maakt. We zijn nog nooit zo weinig dicht bij elkaar mogen komen. En tegelijkertijd is er wel een gevoel van, we moeten zorgen voor elkaar. We moeten zorgen dat onze oudere familieleden, onze oudere buren, dat we die niet besmetten. We moeten zorgen voor mensen, we moeten boodschappen doen voor elkaar. Er is wel een soort... Het is een appel aan het burgerschap. De vraag is natuurlijk, hoe lang gaat dat duren? De geschiedenis leert ons vaak
dat van zodra de gemeenschappelijke vijand wegvalt, dat de samenhang ook heel snel verbrokkelt. Het is de crisis die ons nu samenhoudt. En we zouden nog een klein beetje langer op dat elan moeten kunnen doorgaan, zonder de dreiging van vandaag, om er toch een paar verstandige lessen uit te trekken. En die lessen moeten gaan. Hoe gaan we vreedzaam en hoe gaan we duurzaam met elkaar blijven samenleven? Dat zijn de grote uitdagingen. Op dit ogenblik, omwille van de hoogdringendheid van de crisis, hebben we een deel democratie uit handen gegeven. En dat is wat je doet in een noodsituatie. Als het staat te branden, moet je niet eventjes met de buurt staan overleggen van hoe gaan we dat hier aanpassen. Dan moet je de dringende taak toevertrouwen aan diegenen die er snel iets kunnen aan doen. Wat dit ogenblik ziet, is een combinatie van een minderheidsregering met volmachten, gesteund door de particratie en gesteund door de technocratie. Dat is een beetje de speedboat die niet moet kunnen varen. Een relatief kleine regering met zaterdag overleg met de partijvoorzitters. En eigenlijk waren wij altijd al een particratie. We zijn nu een particratie die het nauwelijks nog verhult. En gelukkig wordt er geluisterd naar de wetenschappers erbij. En nu zie je dat gelukkig dat die partijvoorzitters wel degelijk in staat zijn om te luisteren naar wat wetenschappers. Wat dat betreft zien we in België vandaag precies gebeuren wat er moet gebeuren. En dat is goed. De vraag is wel, met de beslissingen die we gaan moeten nemen, niet de hoogdringende beslissing van wat nu nodig is, we moeten een verschil maken tussen vraagstukken die dringend zijn en vraagstukken die belangrijk zijn. En wat we nu hebben, zijn de twee samen. Je hebt belangrijke, dringende vraagstukken. Maar straks hebben we opnieuw een aantal zeer belangrijke vraagstukken die niet zo dringend zijn, maar die wel op termijn ongelooflijk belangrijk zijn. En voor die vraagstukken wordt de kwestie van de democratie weer cruciaal, denk ik. En die gaan we niet alleen kunnen oplossen met de formules die we nu gebruiken. Ik denk de omgang met het klimaat, de omgang met pensioenen, de omgang met ongelijkheid, omgang met migratie, al dat soort grote vraagstukken, daarvan moeten we nu niet zeggen wat we gaan het toevertrouwen aan de paar experten die we nu macht hebben gegeven. Op die grote vraagstukken gaan we meer dan ooit moeten overleggen met ons als samenleving. We bewijzen nu dat we als samenleving echt in staat zijn om voor de samenleving, om voor de maatschappij te zorgen. Maar de grote uitdaging zal zijn ervoor zorgen dat we ook na afloop nog bij dat gesprek betrokken blijven. Dan, waarom kunnen ze zo goed luisteren naar virologen en zo slecht naar klimatologen? Waarom luisteren ze zo goed naar epidemiologen en luisteren ze zo slecht naar mensen met ecologische, botanische, zoologische kennis enzovoort? Die wetenschappers, die klimaatwetenschappers, worden veel minder gehoord. En de reden is niet dat het risico, het gevaar wat zij voorspellen, minder groot is. Het is een veel groter gevaar. Maar het is niet iets wat zich binnen de 10 dagen zal manifesteren, maar binnen de 10 jaar en binnen de 20 jaar gaat manifesteren. En daarvan denken we altijd, ja, binnen de 20 jaar, dat is nog 5 keer verkiezingen. En dus wat dat betreft is het frustrerend om te zien dat mensen die waarschuwen voor zeer grote gevaren waarmee we geconfronteerd zullen worden, zo weinig gehoor krijgen. Positief is dat onze partijpolitiek vandaag toch bewijst dat ze wetenschap wel degelijk op serieus nemen. En dat het gezever en het afzwakken van het is nog niet helemaal zeker en het is nog niet 100% bewezen, enzovoort, dat die flauwekul op dit ogenblik echt niet speelt. Die houding moet onze politiek ook aannemen tegenover klimaatwetenschap. Ik vind dat we vandaag politici zien die in staat zijn zichzelf en hun partij te overstijgen. En ik zou eigenlijk wel een beetje willen dat die bereidheid blijft hangen na afloop van deze crisis. Ik vind het vaak niet om aan te zien hoe we in een tijd van grote uitdagingen een politiek zien, niet eens een democratie, een particratie zien, die zich totaal verlamd door het afpakken van vliegen, electorale spelletjes, de vrees voor de afstraffing bij de volgende verkiezingen, opgejut door de opiniepeiling. Mannekes, toch, je kan het soms niet meer aanzien. Waarom is het zo moeilijk om blijk te geven van leiderschap? Maar lijkt te geloven
dat blijkgeven van leiderschap electoraal niet meer lonend is. Ik denk, in tijden van grote vragen, in tijden van grote uitdagingen, is een onbaatzuchtig leiderschap wellicht electoraal zelfs nog het verstandigste wat je kan doen. En los daarvan heb je ook iets voor je samenleving betekend. Dus ik hoop echt dat we erin slagen de democratie wat los te weken van die verkiezingskoorts. En eigenlijk, ik heb geen probleem met die politici als personen. Nee, daar zitten mensen bij die intelligent zijn, die toegewijd zijn, die ongelooflijke dossierkennis hebben. Maar ze zitten helemaal vast in dat systeem van die verkiezingen en van die partijpolitiek. En we moeten als burgers helpen hen uit dat systeem uit te nodigen. En als het voor hen lastig is om de kastanjes uit het vuur te halen, wel, laat het dan aan burgers over. Laat het dan aan burgers over om moeilijke uitdagingen. Nogmaals, het gaat niet over die acute maatregelen als nu. Ik ben blij dat de politiek gehandeld heeft in deze coronacrisis zoals ze gedaan heeft. Uiteraard. Maar laat ons toch op termijn niet alles terugkeren naar het eeuwige geruzie en het eeuwige concoursfoes en het eeuwige touwtrek. Ik denk dat de bevolking recht heeft op een politiek die de problemen ernstig neemt en aanpakt. Dit is wel echt het uur van de waarheid voor de populistische politici. Als zo'n Bolsonaro in Brazilië denkt mooie sier te maken door de evangelische kerken open te houden waar een groot deel van zijn kiespubliek zit, dan kan je alleen maar denken van je bent een nog grotere idioot dan ik al vermoedde. Je ziet ook dat een figuur als Trump eigenlijk, hij die over alles heen brandt, hij krijgt zich zijn stem over alles heen verhoffen, maar hier lukt het toch echt niet. Dit is groter dan zelfs Donald Trump. En dan zie je wel ineens dat dit soort clowneske figuren die de democratie zoveel schade hebben toegebracht de afgelopen paar jaar, hoe die zelf totale sukkels zijn wanneer ze geconfronteerd worden met serieuze uitdagingen. Zo'n Donald Trump die niet eens in staat is om een rapport te lezen, beseft ineens niet wat hij moet doen tegen dit soort uitdagingen. En zeker op het moment dat het samenwerken weer van belang wordt, het luisteren naar wetenschappers weer van belang wordt, het zeer ernstig nemen. Ja, er is nu wel een probleem dat een stuk groter is dan uw ego en uw herverkiezingen. Dat is voor een populistisch politicus niet gemakkelijk. En tegelijkertijd, we moeten niet te vroeg victorie kraaien. Het is het uur van de waarheid voor de populisten. Het is niet het doodsuur, zeg maar. Als deze crisis lang aanhoudt en als het inderdaad komt tot een economische malaise van je welste, vergelijkbaar met de crash van 1929, dan moeten we goed weten dat de beurscrash van Wall Street toen eigenlijk het pad heeft geëffend voor de opkomst van het fascisme in verschillende landen over de hele wereld. Dus de populisten kunnen nog altijd terugkeren, with a vengeance, wanneer de economie volkomen zou instorten, armoede toeneemt en de roep om een sterke leider zal groeien. We zijn er niet vanaf, voor alle duidelijkheid. Maar je ziet wel dat dit niet hun comfortzone is, deze politiek. Dit is wel de comfortzone voor ernstige politici, voor staatsdragende politici. En dat kan gaan van een Angela Merkel tot een Sophie Wilmès. Misschien niet toevallig twee vrouwen, maar een soort ernst en staatsdragendheid. Bewijzen weer vandaag waar het om draait in de politiek. Het gaat niet om de show. Een goede politicus is eigenlijk een beetje saai en plichtsbewust. En die hebben we vandaag meer dan ooit weer nodig. Maar het kan goed zijn als de economie instort. En ik geloof ook echt wel dat we die economie draaien moeten houden. Niet zo dol draaiend als daarvoor, maar wel toch in een zekere continuïteit. Als we dat niet doen, ik denk dat we het gaan testen op antilichaampjes, om te zien van wie is er genezen. Er zijn heel veel mensen die ziekte gehad hebben en nauwelijks iets gemerkt hebben. Zij die immuun zijn, moeten echt aan de slag. We moeten terug de economie weer doen draaien. Er moeten producten zijn, er moeten ook belastingen kunnen gegenereerd worden, enzovoort. Ik ben erg bezorgd over het instorten van ons economisch model. Ik denk dat het in België nog zal meevallen. Ons sociaal vangnet is sterk. En ik heb het gevoel dat de politiek tijdig heeft gereageerd op de signalen van de specialisten. Maar wat er met de Amerikaanse economie gaat gebeuren bijvoorbeeld, dat is echt hallucinant, denk ik. Het kan alle kanten.
Wat je ziet is dat het nationale niveau primeert boven alles. De tijd van de natiestaat, van de landen, is weer helemaal terug. We zitten in een soort Olympische Spelen van het coronavirus. Het is land tegen land. En dus het supranationale niveau hoor je bijna niet. En je zou kunnen begrijpen, de eerste weken, goed, het zijn nationale regeringen die nationale maatregelen opleggen. Dus die moeten kunnen communiceren via de pers aan hun bevolking. Dat is allemaal begrijpelijk. Maar we gaan er met het nationaal niveau niet geraken. Europa, de stem van Europa dringt nauwelijks door op dit ogenblik. De stem van de Verenigde Naties. Waar is de Veiligheidsraad als je hem nodig hebt? Je hoort niets van de Veiligheidsraad. We horen gelukkig de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook een onderdeel van de Verenigde Naties. En ook onder dat nationale niveau hoor je eigenlijk ook niet. In België, de gemeenschappen en de gewesten zijn overstemd door de nationale crisis. De provincies en de gemeenten hoor je eigenlijk ook nauwelijks. Dus je zit terug met een enorme terugkeer van de nationale politiek. En die nationale politiek wordt ook nog eens voor een stuk minder democratisch ingevoerd. Ik zeg niet dat dat slecht is. Ik denk dat dat in een eerste fase van zo'n crisis best normaal kan zijn. Maar het kan echt niet de bedoeling zijn dat het zo blijft. We gaan op een bepaald moment... Het lijkt alsof de hele straat aan branden is en iedereen is zijn eigen huis aan het blussen. Maar op een bepaald moment ga je toch het geheel moeten bekijken om het probleem bij de wortel aan te pakken. En dat zal de grote uitdaging zijn. Wat we leren uit de geschiedenis van beschavingen die ten onder zijn gegaan, is dat niets blijft duren. Zelfs de sterkste rijken gaan vroeg of laat ten onder. De meest uitgestrekte, ambitieuze rijken zijn vroeg of laat gedoemd om onder te gaan. Maar tegelijkertijd is dit geen natuurwet. En het is altijd mensenwerk geweest. En je ziet hoe vaak fiasco's in de sterren staan geschreven. Ik ben nu een boek aan het schrijven over Indonesië en het Nederlandse koloniaal verleden daar. En ooit bezet door Japan. Ik heb nu toevallig vorige week geschreven over de instorting van het Japanse Rijk. Ja, een kleuter had het kunnen voorspellen. En je ziet dat de vormen van overmoed en dwaasheid, verdwazing, is zichtbaar. Dwaasheid, dat is dus niet iets wat je enkel achteraf kunt reconstrueren. Je ziet het op het moment zelf. En ik denk dat we ook vandaag in staat zijn om bronnen van verregaande dwaasheid en verdwazing te zien in onze samenleving. De mate waarop wij eigenlijk nauwelijks reageren op de klimaatcrisis die eraan komt, is een vorm van verdwazing. Blindheid, moedwillige blindheid, strategische blindheid, wat dan ook. Maar verstandig is het niet allemaal. Dus wat dat betreft kan je zeggen van de val van samenlevingen, de val van beschavingen, is vaak al lang van tevoren zichtbaar geweest. Dus laat ons dit keer toch onze ogen open houden. Ik merk bij mezelf dat... je gaat met kunstenaars, je gaat met een theatergezelschap geen coronavirus gaan indijken. Die moeten net zoals jij en ik gewoon thuis zitten. Maar ik heb bij mezelf gemerkt de afgelopen 2 weken het vermogen van kunst om je te raken, om je te ontroeren, om je kracht te geven, om je verbonden te weten met andere mensen, wordt bij mij op dit ogenblik, op momenten van corona, groter gemaakt dan daarvoor. De kunst en de kunstenaars, ze kunnen weinig doen, maar ze kunnen alles betekenen. Ik ben zelf op dit ogenblik meer poëzie aan het lezen dan anders. Een dichter als Gerrit Achterberg blijven echt ongelooflijk vinden. En dat zijn eigenlijk best oude gedichten, maar ze staan overeind. Vorige week ook nog Slauwerhof gelezen. Nog zo'n kolos van de Nederlandse poëzie. Maar wat een geweldige dichter. En dat kan hij nog altijd raken. Dus kunstenaars vermogen niet veel. Dode kunstenaars nog minder. Maar ze betekenen wel ongelooflijk veel. En ik heb er zeer veel aan.
Ik heb een paar maanden geleden de geschriften, de dagboeken van Marcus Aurelius gelezen, de Romeinse keizer uit de 2e eeuw. Een van de weinige politici die tegelijkertijd een filosoof was. En heeft de dagboeken vooral aan zichzelf geschreven. Hij is een van de grote figuren van de Stoa, de Stoïcijnse filosofie. Stoïcijns wil niet zeggen dat je koelbloedige een kip de nek omdraait. Het betekent gewoon dat je probeert je gemoedsrust te bewaren. Het is een soort Europees boeddhisme eigenlijk, de Stoa. En die geschriften die zijn 2000 jaar oud. En daar zie je een man, een mens, die probeert in zijn tijd om te gaan. En je ziet dat hij kind van zijn tijd is. En hij gelooft in het noodlot en dat soort dingen waar ik zelf helemaal niet geloof. Maar tegelijkertijd zie je, hij heeft ongelooflijke mooie dingen geschreven. Die ons ontzettend troostrijk zijn. En die je verbonden doen volgen met een lange geschiedenis. 2000 jaar geleden, de Romeinse keizer. En die je helpen om tegelijkertijd je nietigheid te beseffen en je kracht te beseffen. En dat is wat mij rust geeft. En ik denk dat we ons op dit moment, we moeten ons een beetje klein voelen, maar tegelijkertijd ook krachtig. En de geschriften van Marcus Aurelius zijn het beste wat je daarbij kan lezen, denk ik. In zo'n eerste fase, het is net zoals na een terreuraanslag, het overvalt ons, we krijgen er geen grip op. En dan hebben we zo de behoefte om daar bijna fanatiek mee bezig te zijn. En voortdurend maar op nieuwsites te zitten, op zoek naar nieuwe informatie, nieuwe brokken, info. En info die ons kan geruststellen, maar we zijn vooral geïntrigeerd door info die ons onrustig maakt. We zoeken datgene wat we eigenlijk niet willen weten. En ik vond het op een bepaald moment beter voor mijn geestelijke gezondheid om te zeggen van, oh, het is hier genoeg geweest. 2 keer 1/2 uur per dag, 's ochtends en 's avonds. En ik denk dat ik het ongeveer wel weet. En dat is misschien wat ik ook aan andere mensen heb aanbevolen. Van, zorg ervoor dat je ook momenten hebt van offline zijn. Zorg ervoor dat je niet alleen maar op dat scherm, aan dat scherm gekluisterd zit. Het is een geweldige kans, maar het is ook een geweldige vorm van onrust. En ga wandelen in het park of in de natuur of in de tuin of wat dan ook, is misschien beter voor uw gezondheid dan alles te lezen over uw gezondheid. Ik ben gisteravond eindelijk beginnen lezen in de Tijgerkat, Il Gatto Pardo, van Tommaso di Lampedusa. Grote klassieke Italiaanse roman over de grote verandering van de geschiedenis in de 19e eeuw in Italië. Het is geschreven door een aristocraat, de ondergang van de aristocratie. Maar die roman is vooral beroemd geworden omwille van één gedachte. En dat is, opdat alles hetzelfde blijft, moet alles veranderen. Om iets te behouden van wat we waardevol in deze wereld, gaan we heel veel moeten aanpassen. En die gedachte is misschien vandaag ook wel relevant. Het is wel een boek over een grote historische verandering. En misschien is deze coronacrisis ook wel een grote historische verandering. Het is sowieso een historische gebeurtenis, mondiale gebeurtenis. En dus in die zin komt het wel goed uit om eens een boek te lezen over een enorme transformatie uit het verleden. Ik ben benieuwd. Ik heb op Facebook een bericht geschreven bij het begin van de lockdown over wat we kunnen doen om ook mentaal gezond te blijven. Want oké, binnenblijven is goed voor uw fysieke gezondheid, maar uw geest wordt wel enorm op de proef gesteld. En ik had zo'n lijst van 15 tips waarvan ik weet dat ze voor mij helpen. Die heb ik vaak gebruikt in Congo, heb ik vaak gebruikt in Indonesië of ook hier in periodes van stress. En ik denk, iedereen moet voor zichzelf een beetje weten te achterhalen wat zijn geest rust brengt. Maar het zijn wel uitdagende tijden om ook je geestelijke gezondheid fit te houden. Verveling, eenzaamheid, conflicten, ergernis, woede, frustratie. Het borrelt nog meer dan anders onder het oppervlak van vandaag.
En ik denk, voor sommigen kan het een kwartier mindfulness per dag zijn, andere mensen doen yoga, andere mensen nemen een ijskoude douche na een warme douche. Het kan echt van alles zijn. Eenvoudig eten, smakelijk eten, koken, uw bloemen verzorgen, wat dan ook. Maar ik denk dat we moeten zorgen dat we niet alleen kijken naar ons fysieke welzijn en ons geestelijke welzijn verwaarlozen. Trouwens, het lichaam maakt dat onderscheid niet tussen materie en geest. Hè. Matter and mind are connected. En dus ik denk dat het ongelooflijk van belang is dat we op de geestelijke gezondheid erg inzetten. Mijn broer zelf is psycholoog en heeft voor het eerst van zijn leven een opiniestuk in de Nationale Krant geschreven om te zeggen van we moeten nu meer dan ooit inzetten op telefonische hulpverlening. Hij helpt zijn cliënten nu telefonisch. De noden zijn hoger dan anders, dus we moeten heel erg ook zorgen voor onze geestelijke welzijn. We moeten zorgen dat we niet besmet geraken door allerlei vormen van geestelijke ongeheim. Thank you.